Welkom bij een cursus in wonderen, werkboek les 76. Ik sta onder geen andere wetten dan die van God. We hebben eerder opgemerkt hoeveel zinloze zaken jouw verlossing toeschenen. Elk heeft jou gekluisterd met wetten die even zinloos zijn als die zaak zelf. Je bent niet aan die wetten gebonden. Maar om te begrijpen dat dit zo is, moet je eerst beseffen dat daarin geen verlossing ligt. Zolang je die zoekt in dingen die geen betekenis hebben, bind jij jezelf aan wetten die onzinnig zijn. Zo probeer je te bewijzen dat verlossing is waar ze niet is. Vandaag zijn we blij dat je dit niet bewijzen kunt. Want kon je dat wel, dan zou je in alle eeuwigheid naar verlossing zoeken waar ze niet is en haar nooit vinden. Het idee voor vandaag vertelt je nogmaals hoe eenvoudig verlossing is. Zoek ernaar waar ze op jou wacht en daar zal ze worden gevonden. Zoek nergens anders, want ze is nergens anders. Denk aan de vrijheid die jou gegeven wordt door het inzicht dat je niet gebonden bent aan alle vreemde en verwrongen wetten die jij hebt opgesteld om jezelf te redden. Jij meent werkelijk dat je verhongert als je geen pakken gekleurde papierstroken en stapels metalen schijfjes bezit. Jij meent werkelijk dat een klein rond bolletje of wat vloeistof die met een scherpe naald in je aderen wordt gedrukt, ziekte en dood afwendt. Jij meent werkelijk dat je alleen bent als er geen ander lichaam bij jou is. Het is waanzin die deze dingen denkt. Jij noemt ze wetten en plaatst ze onder verschillende namen in een lange lijst van rituelen die geen nut hebben en geen doel dienen. Je denkt dat je de wetten van de geneeskunde, de economie en de gezondheid moet gehoorzamen. Bescherm het lichaam en je zult worden verlost. Dit zijn geen wetten. Dit is dwaasheid. Het lichaam wordt in gevaar gebracht door de denkgeest die zichzelf kwetst. Het lichaam leidt alleen opdat de denkgeest niet zal zien dat hij slachtoffer is van zichzelf. Het lijden van het lichaam is een masker dat de denkgeest ophoudt om te verbergen wat werkelijk lijdt. Hij wil niet begrijpen dat hij zijn eigen vijand is, dat hij zichzelf aanvalt en sterven wil. Daarvan willen jouw wetten het lichaam verlossen. Hierom denk jij dat jij een lichaam bent. Er zijn geen andere wetten dan de wetten van God. Dit moet keer op keer worden herhaald, tot je beseft dat dit geldt voor alles wat jij gemaakt hebt tegengesteld aan Gods wil. Jouw magie heeft geen betekenis. Wat het moet verlossen, bestaat niet. Alleen wat het moet verbergen, zal jou verlossen. De wetten van God kunnen nooit worden vervangen. We zullen deze dag gebruiken om ons erin te verheugen dat dit zo is. Het is niet langer een waarheid die wij willen verbergen. We beseffen daarentegen dat het een waarheid is die maakt dat we voor eeuwig vrij blijven. Magie zet gevangen, maar de wetten van God maken vrij. Het licht is gekomen omdat er geen andere wetten zijn dan de zijne. We zullen de langere oefenperiode vandaag beginnen met een kort overzicht van de verschillende soorten wetten die we meenden te moeten gehoorzamen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de wetten van voeding, immunisering, medicatie en de bescherming van het lichaam op ontelbare manieren. Denk verder na. Je gelooft in de wetten van de vriendschap, van goede relaties en wederdiensten. Misschien denk je zelfs dat er wetten zijn die bepalen wat van God is en wat van jou. Veel godsdiensten zijn hierop gebaseerd. Ze plegen niet te verlossen, maar in naam van de hemel te verdoemen. Toch zijn ze niet vreemder dan andere wetten die volgens jou gehoorzaamd moeten worden, wil jij veilig zijn. Er zijn geen andere wetten dan die van God. Zet vandaag alle dwaze, magische overtuigingen van je af en houd je denkgeest in stilte bereid om de stem te horen die de waarheid tot je spreekt. Je zult naar iemand luisteren die zegt dat er onder Gods wetten van verlies geen sprake is. Geen betaling wordt er gedaan of ontvangen. Er kan niet geruild worden. Er zijn geen vervangingsmiddelen en niets neemt de plaats in van iets anders. Gods wetten geven steeds en nemen nooit. Luister naar Hem die jou dit vertelt en besef hoe dwaas de wetten zijn waarvan jij dacht dat ze de wereld die jij dacht te zien draaiend hielden. Luister dan verder. Hij zal je nog meer vertellen over de liefde die je Vader voor jou heeft, over de oneindige vreugde die Hij jou biedt, over zijn diep verlangen naar zijn enige Zoon, geschapen als zijn scheppingskanaal, hem ontzegd door diens geloof in de hel. Laten we vandaag Gods kanalen voor Hem openstellen en laat zijn wil zich door ons heen naar Hem toe uitbreiden. Zo wordt schepping eindeloos vermeerderd. Zijn stem zal ons hiervan vertellen, als ook van de hemelse vreugde die door zijn wetten voor altijd onbegrensd worden bewaard. We zullen het idee van vandaag herhalen, totdat we geluisterd hebben en hebben begrepen dat er geen andere wetten zijn dan die van God. Dan zullen we tegen onszelf zeggen, als blijk van toewijding waarmee de oefenperiode eindigt: ik sta onder geen andere wetten dan die van God. We zullen dit blijk van toewijding vandaag zoveel mogelijk herhalen. Tenminste 4 tot 5 keer per uur en tevens de hele dag door als antwoord op elke verleiding om onszelf onderworpen te voelen aan enige andere wet. Het is onze vrijheidsverklaring van alle gevaar en alle tirannie. Het is onze erkenning dat God onze Vader is en dat zijn Zoon is verlost. Les 76. Ik sta onder geen andere wetten dan die van God. Uiteraard worden hier niet de wetten van de kerk bedoeld. Deze les gaat over de ultieme vrijheid, dat jij een soeverein wezen bent, die staat onder de wetten van God, ofwel natural law. En dat gaat ver voorbij alle menselijke wetten, alle regels en rituelen die door mensen zijn bedacht. De God die vaak in religies wordt voorgesteld, is een wrekende, boze God die jou straft.
omdat je gezondigd hebt of zelfs zondig bent. Een cursus in wonderen laat jou juist zien dat God alleen maar liefde is. En wat zijn die goddelijke wetten? Dat is de natural law. En die gaan over liefde, vrijheid, soevereiniteit, waarheid, integriteit, vreugde. Dat zijn de natuurlijke wetten van God. De wetten van God zijn altijd een uiting van liefde. En niet van polarisatie, haat, wraak, oorlog. Net zoals controle, macht, onderdrukking. Dat zijn de wetten van de mens, van het ego. En jij staat onder geen andere wetten dan die van liefde. Vreugde, vrijheid, soevereiniteit, integriteit, schoonheid. En deze les nodigt je uit om daar onderscheid in te maken. Je hier bewust van te worden. Te onderzoeken wanneer jij je laat leiden door de wetten van liefde of door de wetten van angst. En wees hierin volstrekt eerlijk naar jezelf. En veel menselijke wetten, regels, zijn er om jou onder controle te houden. Jouw aandacht naar buiten te richten. Als je ziet hoeveel afleiding er op dit moment in de wereld is. Je wordt constant naar buiten getrokken. Door de media, reclame, social media, je telefoon, de computer, reclames. Alles is erop gericht naar buiten, naar buiten, naar buiten. Overal in de wereld is lawaai. Waar vind je nog echt de stilte? Hierdoor worden we zo naar buiten getrokken. En denken we dat de antwoorden en de verlossing buiten ons ligt. Maar het zit in ons. En besef dat jij vrij bent. Je bent niet gebonden aan al die menselijke wetten. Toets alles wat in de buitenwereld wordt gezegd. Of het ten koste gaat van je vrijheid. Of het ten koste gaat van je soevereiniteit. Is het de waarheid? Is het integer? En als het daar niet aan voldoet, dan zijn het niet de wetten van God. We leven in een onderste bovenwereld, waarin we normaal zijn gaan vinden wat niet normaal is. En dat mogen we helemaal omdraaien. Want er zijn geen andere wetten dan die van God. En dat zijn de wetten van liefde, vrijheid, soevereiniteit, waarheid en integriteit. En dat is op heel veel plekken op dit moment ver te zoeken. Dus geloof niet alles wat in de buitenwereld verteld wordt. Of wat je normaal bent gaan vinden. Als je de stilte ingaat en echt contact maakt met de spirit die jij bent, dan weet je wat de waarheid is. Diep van binnen weet je het, omdat het er altijd is. Jouw spirit staat onder de wetten van God. En dat is niets anders dan liefde, soevereiniteit, vrijheid
integriteit en waarheid. En in de buitenwereld buitelen allemaal meningen over elkaar heen. Er wordt op dit moment zo gepolariseerd. En dat is niet normaal. Een inclusieve samenleving is normaal. Want iedereen hoort erbij. En alle oordelen, alle polarisaties en alle leugens verwijderen jou van wie jij werkelijk bent. En ga ze doorzien. Prik ze door. En dat doe je door heel goed naar jezelf te luisteren. En alles wat je hoort, alles wat je ziet, te toetsen aan de natural law van liefde, vrijheid, soevereiniteit, waarheid en integriteit. En als het daar niet aan voldoet, dan zijn het niet de wetten van God en zijn het de wetten van het ego, de wetten van controle, de wetten van chaos, de wetten van oorlog, de wetten van haat. En dat is niet natuurlijk. En daarom is het zo belangrijk dat we bereid zijn om de dingen anders te zien, om anders te denken. En ons weer verbinden met waarheid, met de liefde. Wat zou er in de wereld veranderen? Als de leiders kiezen voor liefde, verbinding, inclusiviteit, waarheid, integriteit. Dan stel je maar eens voor wat er dan allemaal zou veranderen en hoe de wereld er dan uitziet. Dan creëren we hemel op aarde. En dat is een keuze die we zelf moeten maken. En laten we de uitnodiging aannemen van deze les. Waarin staat, laten we vandaag Gods kanalen voor hem openstellen en laat zijn wil zich door ons heen stromen. En dat betekent niets anders dan dat wij ons openstellen voor de liefde die er altijd is. Die is in ons en om ons heen. En laten we daar weer contact mee maken. Ons openstellen en de moed hebben om te erkennen dat heel veel van wat wij zijn gaan geloven niet de waarheid is. En de bereidheid om het anders te zien, om anders te denken. En als jouw leven nu helemaal is zoals jij het graag wilt, dan hoef je deze lessen niet te doen. Maar als jij meer liefde, meer vreugde, meer geluk, meer overvloed in jouw leven wilt hebben, meer voldoening en betekenis wilt vinden, stel je dan open voor een totaal andere manier van denken, voelen en doen dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Wees bereid om alles waarvan je dacht dat het de waarheid was, opnieuw te onderzoeken en te toetsen aan de natural law, te toetsen aan de wetten van God. En voel maar wat er in jouw leven gaat veranderen als jij volgens de wetten van God gaat te leven, in plaats van je te laten leiden door de wetten van het ego. En voel het verschil. En wees totaal eerlijk naar jezelf. En vraag jezelf gedurende de dag een paar keer af: luister ik naar de wetten van liefde of luister ik naar de wetten van angst? En je hoeft het alleen te observeren.
op te merken. Meer is niet nodig. Want zo word je je steeds meer bewust van wat jij precies denkt, wat jij precies gelooft. En dan kun je opnieuw kiezen. Want jij bepaalt wat jouw overtuigingen zijn. Wat jij denkt over jezelf en over de wereld. Dat is een innerlijke beslissing. En daarvoor is het nodig dat je eerst bewust wordt van wat je allemaal denkt en wat je allemaal gelooft. En dan kun je opnieuw kiezen. Dan kies jij opnieuw door welk denksysteem jij je wilt laten leiden.